qualcosa di bello, una rosa sfiorita. Che cosa di bello, una rosa appassita. Ah, che nonostante tutto, è sempre una rosa. Ah, che nonostante tutto, è per te. Che cosa di bello, una vita noiosa. Che cosa di bello, una vita delusa. Ma che nonostante tutto, è la mia vita. Water met nog een klein beetje van hetzelfde. Maar werkelijk van hetzelfde spul. Ja. Nee hoor, we gaan u niet vergiftigen. De conclusie die we er ook uit kunnen trekken is dat die camera geworden is een katalysator die wilde betrappen, doch betrapt werd. Wat wilde de camera betrappen? Sikko, geheel verfrist. Mystische conclusie. Even uitblazen. Ik heb veel mensen naar hun graf gebracht.
Maar dat was altijd vol activiteit. Met nabestaanden. Veel leed. Het niet afstand kunnen doen van iets wat je dierbaar is. Voor het eerst dat ik hier in Nagelen op een bank zit, in rust op een begraafplaats die ik ben binnengekomen door de berceau. Aan de ingang van die berceau, daar is de gemeenschap Nagelen. Je loopt door die berceau en dan kom je eigenlijk in het annex, het dodenrijk van Nagelen. En wanneer je hier nou zit en kijkt, daar is natuurlijk ongebruikt gazon nog. Dan hoor je een vogel hier fluiten, maar die is bezig met een heel ander territorium. Het territorium van het dodenrijk van Nagelen, dat zijn gebied is waar hij leeft. Een nest heeft, verdedigt hij, komen eieren en dan komt leven. De voortzetting dus in dat dodenrijk van leven. Hier moet je aanvaarden dat het leven doorgaat en dat je de doden inderdaad achter je moet laten. En met die vogel moet je eruit zien te komen.